kleine vraag gewoon. We zijn bijna aan het einde van het kampioenschap. Hoe is het kampioenschap verlopen? Er wordt hard gekoerst, hè. Dat merkte nu. Er is ook niet zo heel veel volk die nu nog overschiet. En het zijn ook allemaal kleppers die overschieten. Dus dat is een bewijs dat er toch wel heel wat strijd geleverd is onderweg. Voor jou geen gemakkelijke keuze naar de toekomst toe, denk ik? Ja, ik zie dat alleen maar graag. Hè. Uiteindelijk sta ik hier in de eerste plaats ook als koersliefhebber. En in de tweede plaats vind ik het wel leuk om te zien dat jongens goed bezig zijn en dat ze kunnen koersen. Dus wat dat moeilijkheden betreft, dat is voor later. Nu geniet ik vooral van de koers. Dus de selectie zit al een klein beetje in je hoofd? Ja, ik bedoel, je bent altijd wel bezig met bepaalde zaken. En je hebt inderdaad in je achterhoofd altijd wel bepaalde ideeën. En soms is het ook, sommige dingen wijzen ook zichzelf uit. Nu is het vooral zorg en dat die jongens gezond blijven en dat ze hun ding kunnen doen. En dat sommigen ook klaar zijn voor de Tour, dat bewijzen ze ook. En de rest is voor later. Wie wint er van vandaag het Belgisch kampioenschap, als ik jou vragen mag? Er rijdt nu een trio voorop en ik denk dat daar in principe Wout van Aert de beste papieren heeft. Maar Edouard Teuns mag ook niet onderschatten. Iemand met heel snelle benen ook. En ja, Remco. Ze zeggen soms de derde, maar goed. Het is sowieso een heel mooi trio die voorop rijdt nu. Wat mogen we voor jou nog hopen dit jaar? Ja, voor mij is het een redelijk bijzonder jaar. Er staat nog heel wat te wachten. Als ik op het eind van het jaar kan terugkijken op een succesvol jaar, waarin dat we toch meegedaan hebben voor de medailles en meegedaan hebben voor de titel, daar zou ik heel blij mee zijn. Oké, veel succes. Dank u.